Yo kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Architect. Goed jongens, we zijn weer terug, gloednieuwe aflevering. Wat gaan we vandaag doen? Ja, we hebben maar ongeveer 1924 euro. En we krijgen per dag 1880. Nou. Ja, er zit er natuurlijk een maar tussen. Natuurlijk gaan we, hoe moeten we dan anders aan zoveel geld komen? Ik zou denken om dan een subsidie produceren, 10 uitstekende werken. Hier zijn we bezig. Dus dan moeten we heel even gaan kijken naar de subsidies. Hoe komen we dan weer? Eens even kijken. Ah ja. Een uitvoering. Staatsbank van hout. Een voorstuk van 10.000. Kijk, hier is hier hulp met de rouw verwijderen. Wat kan een info weg? We hebben... Ja, we staan hier eigenlijk dik in de min 900. Min 9000. Ja, hoe gaan we dat nou weer oplossen? Kom er nog van. Er komt nog geen gevangenen. Er zijn nog 4 cellen over. Maar dat is niet zo raar. Ja. Ik denk dat we dan even... Nou kijk, 16. Uitbetaling. Subsidie. Dan werken. We zien op lange termijn. Nou, dat is mooi. Zo. Dan kunnen we deze gewoon maar ook accepteren. Nou, nu weer 10.000. We hebben alles. We zien 10 uitstekende bellen. Alleen nu moeten we nog op programma's kijken. Vrijlaat, groepsruimte, werkplaats, houtbewerking, stage. Daar wordt niemand aanmaakt. Klaslokaal 15.7. In de keuken 15. Houtbewerking, stage. We moeten 2 in de gevangenis. Dat was niet heel veel. Deze. Dan af aan hier. Dan moeten we even gaan stoppen. Hier. Hier wil er eentje aan beginnen. Nou, als die dan hebben, kunnen we die ook dus meer doen. Hoe meer, hoe beter. Ja, dan gaan wij verder met de vloeren. Want
Dat moet gebeuren hier zo. Voor wil we doen daar. Ook gewoon precies dezelfde als daar gaan we maar een tientje voor. Dus dat valt. Deze daar. Dan wil ik hier. Oh, het is geen fundering. Hier was hier mijn funderingtje. Dan wil ik. Ook vloeren hier twee hebben we nog ergens hout. Maar hier zijn geen lampen. Je moet heel even vol laten zijn. Waar zijn die? Zullen we voldoen naar Kobet? Nou, we hebben dus weer 14.000. We kunnen! Maar één ding doen. En dat is hier meer cellen. Dat is denk ik het handigst. Kantine is groot genoeg. Misschien kunnen we dan hier nog extra werk. Nou, zullen we dat dan maar even gaan doen? Denk het wel. Nou. Moeten we sowieso kopiëren. Nou. Ik wil graag dit kopiëren. Hier zo hebben. Zo. Hier hoef je toch maar één muur. Onvoldoende geld. Wat kost deze? Kost het 1140. Oké. Dat hebben ze nu. Hebben we nog wel ergens een. Gaan we nog even de grote gevangenisdeur? Ja, we hebben één grote gevangenisdeur, moet die. Hier zo.
is hier nog wat gevonden. Oké. Over 5 minuten ga ik toch heel even een grondelijk onderzoek doen. En ik denk dat er wel weer een aantal gevangenen zijn die zeggen van, we hebben weer eens iets bij ons. Zo. Ja, van je moeder dan denk maar op snelheid. Ze moeten toch nu gaan slapen, dus. Ja, natuurlijk. €4 maar, nou, dat is ook niet veel. Toch moet er dan nog water en zo in. Oh, ook dat moet. Daar heb ik niet aan gedacht. Hoe gaan we dat regelen? Het kost toch maar €2. Oh. Daar heb ik ook nog geen geld voor. Oh, komt dat ik nu opeens €0. Jongens, hoeveel geld hebben we? Helemaal niks. Weet je wat? Ik gooi deze cel even open. Wachten. Moet je dat door? Sommigen zijn echt zo door. Zo dom. Je kunt er gewoon hier zo doorheen lopen. Maar ja, dat snappen ze niet. Oké, even doorspoelen. En dan als het weer ochtend is, dan ga ik even een grondelijk onderzoek doen. Want ik denk wel dat de gevangenen wel wat bij zich hebben. 74 euro heb ik. Dit heb ik toch al allemaal al betaald. Is dat iets? Ah, oké. Ze gaan douchen. Dan kunnen wij heel even een grondelijk onderzoek doen. Doe dat maar eens. Ja, daar, ja, zoek dat toch maar uit. Volgens mij zijn ze aan mee bezig. Kijk. Dit hebben we dus al allemaal gevonden. Zo. Nou. Ik denk dat de gevangenen nog wat bij zich hebben. Heel veel gevonden, hè?
Zijn alle 40 zijn ze aan het werk? Oh, maar hij doet geen zaak. We zijn ook niet klaar. Tunnel? Wat zijn daar net? Oh, daar een tunnel. Hier zo. Is een tunnel. Wacht, dan moeten we op sloten gaan. Oh nee, wacht even. Dat doe ik helemaal verkeerd. Serieus, dat ga je niet menen. Je moet 20 euro ervoor betalen om tunnels te kunnen verwijderen. Oké, heel raar. Nou goed. Bezoekers, we zijn ook nog van de basis onderwijs. Oké. En ben jij dan? Een advocaat. Telefoon. €600 voor de CCH volgend programma's. Wauw. Echt veel. Ben ik klaar met de grondelijk onderzoek? Maar €20 voor mijn taal om een tunnel te verwijderen, man. Ik vind dat belachelijk. Ik ga heel even naar logistiek. Nou, ik vang me daar bij dames. Ze zijn allemaal aan het werk. Daar is ook, daar ook, daar twee. Kijk, daar komen ze aan hoor. Ze hebben een uur de tijd om hier te komen, man. Maar er zullen ook veel hier in zitten. 20.000 uitbreiding, volledige subsidie. Nice. Dat is wat ik nodig heb. Voor welke subsidie? Administratie. Ah, hulpmiddelen verwijderen. Oké. Okay. 200 maar dat moet weer. Oké, dat is dus heel erg mooi. Dat we zo'n poen hebben. Maar we moeten toch even wachten. Ik moet heel erg door. Moet ik heel even kijken naar...
huis aan het zagen. Hartstikke goed. Ja, ik moet even kijken dat ze alles prima doen. Hier, want ah, kijk, hij is bezig. Als het goed is, wordt dat dan dadelijk een bed. Kijk eens aan, we hebben al één bed. Dat is echt hartstikke fijn. Eén bed is er. Produceer 10 uitstekende bedden. Hebben we er al één van? Dat is al hartstikke fijn. Dat is wel hartstikke fijn. Heel fijn. De boekenkast, dat gaat ook allemaal prima. Om de boeken sorteren. Ja, er zijn nog allemaal dozen, ik weet het niet. Allemaal gesorteerd. De was, daar zijn ze ook goed bezig. Er zijn wel mensen die niks te doen hebben. Hier zijn ze goed bezig. Hier vooral de werkplaats, daar moet echt goed bezig zijn, want dat is toch wel de meeste dingen waar aan gewerkt moet worden. Heel erg fijn. Nou. 30 uur. Ik wil niet gesorteerd zijn. Hartstikke mooi. Ik vind wel dat er heel betrokken ligt. Moet wel meer poetsen. Aan. Keuken, dat is ook helemaal goed vol. Wat een troep, man. Maar kijk, ik ga denk ik je beraad. Ik hoop dat je een toffe aflevering vonden. Maandag zijn we natuurlijk gewoon weer terug. We hebben weer wat geld. We kunnen wel wat geld uitgeven, maar het gaat vooral om aan het geld van deze cellen. Ik zal heel even kijken naar de dingen. Ah, hier. Ontgrendeld. Groen betekent dus dat alles, dat daar niemand in mag. Of gewoon even personeel. Want dat, het is wel fijn dat je bij elke cel dat blok dat hebt. Zo, oké. Nee. Ik denk dat ik het hier zo bij ga laten, jongens. Kijk eens. Ik hoop dat we een toffe aflevering vonden. Maandag zijn we dan natuurlijk gewoon weer. Ik hoop dat jullie er dan ook bij zijn. Kijk, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot maandag, hè, jongens. Mazzel!